Wall of Horror. Jullie zien er heel groot staan zombies, maar dat komt omdat dit de Franse editie is. Het is een spelletje voor 3 tot 6 spelers, duurt ongeveer een uurtje. In dit geval is deze editie uitgegeven door Asmodee Editions in het Frans. Het is een spelletje waarin we gaan proberen te overleven tegen hordes en hordes zombies. En degene die als laatste leeft, die wint het spel. We gaan eens kijken wat er in de doos zit. Wij krijgen de spelregels. En ik heb ze even in het Engels uitgeprint, want mijn Frans is gewoon niet goed genoeg. Het speelbord met daarop 6 verschillende locaties. En je ziet op elke locatie de naam en een aantal sticky notes, hè, van die gele papiertjes met punaises. En het aantal punaises geeft aan hoeveel mensen er in zo'n locatie mogen zitten op een gegeven tijdstip. Een zakje met lekkere zombies. Voor alle spelers 4 houten fiches met daarop zijn of haar poppetjes. Een stemschijf, daar kun je stemmingen gaan geven. Er gebeurt van alles mee. 5 van dit soort borden waarmee je locaties kan aangeven dat ze gesloten zijn omdat ze helemaal doorgevreten zijn door zombies. De actiekaarten met wapens en allerlei andere fijne dingen. Een security badge. En hier heb je nog een doosje en daaronder liggen nog wat dobbelsteentjes. En dan ben je klaar. En dan gaan we een spelletje spelen. En zo ziet de standaard setup eruit voor een 3-spelerspel. Je ziet dat alle spelers hier 4 fiches hebben. Als je met meer dan 3 spelers gaat spelen, dan zul je zien dat de andere 3 kleuren bestaan maar uit 3 fiches. Want dan speel je maar met 3 poppetjes. Het doel is zoveel mogelijk mensen in leven te houden tot het einde van het spel. En ik heb al gezegd, de pinnen geven aan hoeveel poppetjes in 1 locatie kunnen zitten. Hier in de parkinglot zie je geen pinnetjes, daar kunnen er zoveel zitten als je wil. Maar ja, dan zit je buiten op straat en dat is ook niet veilig. Elke speler begint met 1 actiekaart. De startspeler die krijgt het fiche, de badge fiche, om dat te laten zien. En dan gaan alle spelers hun poppetjes plaatsen. Speler, startspeler, gooit 2 dobbelstenen, heeft hij een 6 en een 1. Dan kan hij dus kiezen uit locatie 1 en locatie 6 en daar mag hij dan een mannetje neerzetten. Nou, er zijn verschillende waardes op elk figuurtje. Je hebt er 1 met, je hebt ze 1, 3, 5 en 7. Die plaats je. Dan gooit de volgende speler. Zo worden alle mannetjes gespeeld. Gooi een getal van een locatie waar al het maximum aantal personen zit. Dan moet je de andere dobbelsteen kiezen. Gooi 2 dobbelstenen van locaties die allebei al vol zitten. Dan mag je zelf kiezen waar je ze plaatst. Heeft iedereen dat gespeeld, dan worden er nog eens een keer 4 dobbelstenen geworpen. En deze locaties krijgen allemaal zombies. Dus ik heb 2 enen en die gaan ervoor in de rode zone voor het gebouw. Ik heb een 6 en ik heb een 2. En dan is het spel klaar om te beginnen. Een beurt in dit spel bestaat uit 6 stappen. Voordat ik de stappen ga uitleggen, heb je het stemwiel. Je gaat op bepaalde mensen ga je een stem uitbrengen. Als je bijvoorbeeld de truck gaat, je hebt hier de parkeerplaats en daar staat een vrachtwagen die omgevallen is. En daar kun je goederen in vinden, oftewel actiekaarten. Je gaat elke beurt stemmen wie de nieuwe Chief of Security wordt, dus de nieuwe startspeler. En je gaat ook soms stemmen om te kijken wie er aan de zombies gevoerd wordt. Het stemmen werkt heel simpel. Laten we even deze locatie nemen om te beginnen. Je ziet dat speler geel en speler rood daar zitten. Nou, die kiezen allebei een kleur op wie ze gaan stemmen in het geheim. Dus ik zeg natuurlijk, als het iets negatiefs is, dan kies ik geel. En geel kan mij kiezen. Dan krijg je stemmen gelijk aan het aantal fiches wat je op die locatie hebt. Dus ik heb 2 stemmen op geel. En geel heeft bijvoorbeeld 1 stem op rood. Nou, dan zou geel dit dan verliezen. Zou hier een gelijk spel uitkomen, dan wordt er opnieuw gestemd. Alleen dan mag iedereen meedoen. Het principe is hetzelfde. Degenen die op de locatie waar gestemd wordt zijn, krijgen stemmen gelijk aan het aantal fiches wat ze hebben. En alle andere mensen die buitenom zijn, dus in dit geval zit blauw er niet bij, die krijgt dan 1 stem die hij mag uitbrengen. Dan ga je dus opnieuw stemmen. Is er dan opnieuw een gelijk spel? In het geval van de parkeerplaats wordt er geen kaart getrokken. In het geval van de beveiligingsbadge is niemand de beveiliger, dus de head of security zoals ze het noemen.
Het spel is overigens alleen in het Engels en dus ook Frans, maar niet in het Nederlands vertaald. En is er een gelijk spel bij het iemand offeren aan de zombies, dan wordt er willekeurig iemand gekozen. Dat is even het stemproces. Dan ga ik jullie door de 6 stappen werken van het spel. De eerste stap is het doorzoeken van de vrachtwagen. Er wordt gestemd. Degene die de stemming wint, die mag de bovenste actiekaart pakken en toevoegen aan zijn hand. De tweede stem is de stem voor het, de head of security. Degene die hier op locatie 5 zijn, gaan stemmen. En degene die de meeste stemmen krijgt, die wordt security. Je mag ook voor jezelf stemmen. Waarom zou je head of security willen zijn? Nou, dan begint elke ronde, elke stap begint bij jou. En daarna de andere spelers. Dus dat heeft bepaalde voordelen. Is hier niemand of wordt er niet gelijk gestemd? 2 keer achter elkaar, dan blijft de badge dus gewoon liggen bij degene die hem de vorige ronde al had. Dan komen we bij de 3e stap en dat is de aankomst, arrival of the zombies. De chief of security pakt de 4 dobbelstenen en dit doosje. Legt de dobbelstenen neer en schudt ze. Deze 4 dobbelstenen gaan weer locaties aangeven, 1 tot en met 6, waar zombies gaan verschijnen. Niemand mag hieronder kijken, behalve de chief of security. En dat mag hij alleen doen als hij deze ronde gekozen is. Dus als er dus een gelijk spel is of er is niemand op locatie 5, dan is hij nog wel chief of security. Alleen dan mag hij niet hieronder kijken. Dus hij mag in het geheim kijken, waar komen ze? Dat is de 3e stap. Dan krijgen we kies een locatie. Stap 4. Alle spelers gaan in het geheim een locatie kiezen. En je ziet dat deze schijf dus ook de getallen van de verschillende locaties op zich heeft. Is er deze ronde iemand chief of security gekozen, dan moet hij als eerste een keuze maken en deze ook bekendmaken. Daarna laten alle spelers zien op welke locatie zij hebben gekozen. Er wordt nog niet verplaatst. Er wordt niet gezegd welk van jouw mannetjes zich naar een andere locatie verplaatst, maar je moet altijd een verplaatsing doen. En dan komen wij stap 5 en dan gaat de daadwerkelijke verplaatsing plaatsvinden. De chief of security gaat laten zien waar de nieuwe zombies zijn. Ik heb een klein foutje gemaakt aan het begin. Dit is een 3-spelerspel. En in principe in het 3-spelerspel locatie 2 is al gesloten. Daar komen dan ook geen zombies. Dus als ik een 2 gooi, ik heb er 1 gegooid, wordt die genegeerd. Dan heb ik 2 zessen. En dat betekent dus dat er hier nog eens een keer 2 bij komen. En ik heb een 3. Even kijken, dat is hier. Vervolgens, in volgorde van de Chief of Security, gaan alle spelers hun mannetjes verplaatsen naar de locaties die ze hebben aangegeven. En ze moeten een mannetje verplaatsen naar de locatie die ze aangeven en dat mannetje mag niet al in die locatie staan. Wordt de limiet bereikt? Dus laten we zeggen, Geel heeft gekozen om naar 1 te gaan. 1 mag er maar 3 hebben, daar zit 3 man in, dus dat past niet. Dan blijft 3. De gele blijft hier zo op de parkinglot liggen. Dus je gaat naar de locatie die je wil. Is die vol, kom je hier op de parkinglot uit. Heb je vanuit 4 gekozen naar 3 te gaan, dan is het nog steeds vol, blijf je stilstaan. De sprintkaart, heb je die? Dan mag jij die spelen en zeggen van, ik heb 1 gekozen, die zit vol, ik speel sprint. En dan ga je in plaats van 1 naar een andere locatie. Dus dat is een kaart, die kun je dan weer hiervoor gebruiken. Stap 6, het aanvallen van de zombies. Als eerste ga je kijken naar, is er een locatie waar de meeste personen zitten? Die maken veel geluid, dus die trekken automatisch meteen een zombie aan. Ik heb er 3 locaties met 3, dat is gelijkspel. Bij gelijkspel geen extra zombies. Dan ga je kijken, is er een locatie met de meeste pin-ups? Oftewel de meeste van die punaises. Ja, dat is de grootste locatie, dan trekt die automatisch een zombie aan. Dan ga je 1 voor 1 de locaties af, beginnend bij nummer 1, en kijken, komen de zombies binnen? Wanneer komt een zombie binnen? Als het aantal zombies gelijk aan of groter is als het aantal personen in de locatie. Hier zit bijvoorbeeld 3 man, daar staan 2 zombies, die komen niet binnen. Nog even 1 ding waar je op moet letten. Iedere speler heeft nummer 5, en nummer 5 is de zogenaamde tough guy. En deze tough guy, die telt als 2 personen. Dus als hier 3 zombies zouden staan, dan heb ik hier 1, 2, 3, 4 personen binnen. En dan komen ze dus nog steeds niet binnen. En hier hebben we 3 man met een tough guy. Dus dat zijn 4 man tegen 4 zombies. Gelijkspel, komen ze binnen. Sowieso, ik leg er eventjes een tweede tough guy bij. Dan heb je hier dus 2 tough guys en
2 gewone mensen, dat staat voor 6 personen, tegen 4 zombies. De supermarkt heeft zoveel ingangen dat als daar 4 zombies staan, er sowieso een zombie binnenkomt. Komt er een zombie binnen, dan moet je dus 1 iemand gaan opofferen en dan gaat iedereen dus weer vrolijk stemmen wie er opgeofferd moet worden. Maar je hebt natuurlijk allerlei dingen om die zombies op afstand te houden. Je hebt bijvoorbeeld deze, ja, ze noemen het materiaal, hardware in het Engels. Hiermee kun je een +1 geven op je locatiesterkte. Dus dan kun je bijvoorbeeld zeggen, we zijn met z'n tweeën, deze hardware erbij, 3, dan kunnen we 2 zombies uithouden. En dan zijn er natuurlijk tal van soorten wapens die zombies opblazen. De granaat blaast 2 zombies op. Even kijken, de shotgun, 2 zombies. Een honkbalknoppel, een zombie. Nou, dan heb je nog wat tegen elkaar. Een bijl, een zombie, een kettingzaag, 2 zombies. Dus daar kun je ook nog even wat zombies mee afknallen om te voorkomen dat jij daarvoor in aanmerking komt of dat ze naar binnen komen. Dus gebruik die wapens. Mocht het zo zijn dat ondanks alle verstevigingen en alle wapens die jullie hebben, ze nog steeds binnenkomen, dan kun je deze gebruiken, de cachet, oftewel de hidden. Je verstopt je dan in de ruimte. Je mag niet meedoen aan het stemmen, maar er mag ook niet op jou gestemd worden. Dus als er dan een slachtoffer gekozen wordt, dan ben jij in ieder geval niet de sjaak. De parkeerplaats is speciaal. Elke zombie in de parkeerplaats eet 1 iemand op. Dus als er 3 zombies staan, vreten ze 3 mensen op. Gewoon omdat je ze niet buiten kan houden. Dus dat is een nogal gevaarlijke locatie waar je het liefst zo min mogelijk of zo kort mogelijk wil blijven staan. Oftewel, dan ga je dus zo vaak stemmen als dat er zombies zijn. Als hierdoor bij een speler al zijn fiches, al zijn poppetjes worden opgevroten, ja, dan kan hij niet meer meedoen. Hij mag dan wel de volgende beurt in de vorm van een zombie terugkomen. En dan mag hij 1 zombie plaatsen bij 1 van de locaties waar de andere spelers nog in zitten. Daarnaast, als een speler dood is, mag hij nog wel meedoen met de zogenaamde groepstemmen. Dus als er een gelijkspel is binnen een gebouw en iedereen mag meestemmen, dan doet hij ook daar nog mee. Wanneer is het spel afgelopen? Het spel is afgelopen als er nog maar 4 karakters in leven zijn. Of in een 6-spelerspel 6 karakters in totaal. Of als alle karakters die nog in leven zijn, in hetzelfde gebouw zitten. Dan is het spel afgelopen, komt de rescue helikopter met de army guys. Die schieten alle zombies die nog zijn aan fladden en redden onze helden. Elk poppetje wat je nog over hebt, is dan het aantal punten waard wat erop staat. Variërend van 1 tot en met 7. Degene met de meeste punten, die wint het spel. Belangrijk detail wat ik even niet verteld heb nog. Als je dus na een stemming een karakter moet opofferen aan de zombies, wordt dat karakter opgevroten. Het karakter verdwijnt uit het spel, samen met alle zombies die voor de locatie stonden. Dan is er nog 1 regeltje bij stap 4. Als er 8 of meer zombies voor een locatie staan, waar geen spelers in zitten, dan is die speler of die locatie condemned, oftewel dan wordt die gesloten. En zoals ik al zei, je hebt maar 5 van die fiches, je kunt alleen die 5 locaties buitenom sluiten en de parking lot kan nooit gesloten worden. Je sluit hem, je legt zo'n gesloten kaart erop, je haalt alle zombies daarvoor die ervoor staan weg en het spel gaat dan vervolgens verder. En zo wordt Mall of Horror gespeeld. Het spel Mall of Horror is een geweldig zombiespel. Het thema zombies zit er heel goed in verweven. En ook, het is gewoon lastig. Je weet gewoon dat je karakters gaat verliezen terwijl je dit aan het spelen bent. Je weet ook dat je het gewoon niet gaat winnen van de hordes en hordes zombies die je elke beurt komen lastigvallen. En dat is natuurlijk leuk dat je daardoor wat spelers hier en daar moet gaan opofferen aan de vleesverscheurende zombies. De sfeer van onmacht, of overmacht moet ik zeggen, die zit er fantastisch in. En dat is gewoon heel leuk gedaan. Het bordspel zelf en het spel zelf zijn heel simpel, heel overzichtelijk. En daardoor speelt het ook vrij gemakkelijk. Het is ook simpel uit te leggen. Ook het stemaspect in dit spel vind ik erg leuk. Oh, mijn zombies gaan er vandoor. Dat is ook het enige nadeel wat ik heb aan dit spel. Dat die zombies overal zitten. Je vindt overal zombies terug. Ik vind het een geweldig spel. Als je een zombiespel liefhebber bent, dan is dit een spel wat ik absoluut kan aanraden. Ik vind het nog leuker dan het spelletje Zombies, 3 uitroeptekens. En het krijgt van mij daarom ook gewoon een 7.